Hey, hallo, Corine hier. Jullie zien weer het een en ander liggen. Ik ga vandaag een kaartje maken met de wat oudere lijnen van Studio Light. En ik ga een herenkaart maken. Een beetje stoere mannenkaart. En daar heb ik voor gepakt, heb ik de tag. Dat is eigenlijk een dubbele tag. Die komt uit de Create Happiness lijn. En verder moet ik eerlijk bekennen, weet ik niet meer precies hoe of wat. Ik weet dat deze, dat is de klok, die komt uit de Janine-lijn. Dus dat is pas nieuw. Of deze nou uit de Industrial 2.0 of 3.0. Ik dacht 3.0 komt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar die ga ik erop gebruiken. Ik ga nog een card shape gebruiken, een kleintje. Ik zet dadelijk ook gewoon wel alles alweer bij het filmpje welke materialen ik gebruikt heb. En ik ga dit filmrolletje gebruiken. Althans, dat is allemaal de bedoeling. Ik ben nog een klein beetje zoekende, maar in eerste instantie had ik deze ook uitgestanst. Maar ik denk niet dat ik die ga gebruiken. Ik denk dat het dan te veel wordt. Nou, wat ik al gemaakt heb, is dus de stans en de tag. En daar heb ik alleen vanaf de punt, dus je ziet vanaf hier die puntjes, die heb ik er dus even afgesneden. Want dan vind ik hem mooi genoeg. Nou, en dan had ik bedacht om deze erop te gebruiken. Alleen, die wil ik dus gaan bewerken met wax. Wat ik eerst ga doen, is eventjes mijn basis maken. Dan moet ik even zoeken naar mijn sponsje. Is eigenlijk niet de goede, want er zijn een heel kleintje. Oh, wacht even, daar heb ik de goede. En dan doe ik even een paar dingen alvast wel even met het sponsje bewerken. En dan hoop ik eigenlijk, jongens, want het is de laatste tijd een beetje lastig met filmen. Ik heb iedere keer van dat springbeeld en dat vind ik zo irritant. Daar wil ik eigenlijk graag vanaf. Dus mocht iemand een hele goede tip hebben van een bepaald programma of wat dan ook, laat het me weten. Want dan ga ik daar zeker achteraan om daarmee te beginnen. Want ik hoop dat dit al iets helpt. Want ik heb dus de stand op mijn telefoon al wat lichter gezet. Dus, maar ik heb niet zo'n hele hypermoderne telefoon. Dus ja, die kan niet zoveel, zou ik maar zeggen. Ik ben nooit zo van de nieuwste van de nieuwste telefoons of de hipste van de hipste. Het was bij mij altijd maar gewoon zo van ja, oké, ik moet dat ding hebben om te bellen en ik moet een appje kunnen sturen naar mijn kinderen. Ik moet bereikbaar zijn en voor de rest niet. Maar ja, aangezien ik natuurlijk nu regelmatig ga filmen en dat dus met mijn telefoon doe, ja, moet dat beeld wel een beetje leuk zijn om naar te kijken. Het moet niet zo zijn dat je denkt van, oh, help, ik word er helemaal zeeziek van. Zet maar uit die zorg, want dat wordt hem niet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daar zit ik het niet voor te maken. Dus ja, dat is even een beetje mijn dilemma. Maar voor de rest gaat alles goed met me, gelukkig. Geen probleem. Ga ik dit alvast vastplakken? Ik weet het eigenlijk nog niet. Want ik zit met nog iets in mijn hoofd. Wat ik nog niet zeker weet of ik dat ga nog uitstans en dan ga gebruiken. Of, we zien het wel. Komt zoals komt. Het wordt in ieder geval een stoere mannenkaart. Want ik heb dit jaar nog een mannenkaart nodig. We zitten al in de laatste weken van het jaar. Nou, dit komt dus zo. Ik vind dat ribbelkarton is altijd ontzettend stoer op de mannenkaart. Ja, ik zou het ook nog scheef kunnen doen. Dat is ook eigenlijk wel leuk. Goed, dan ga ik dadelijk wel bekijken hoe of wat. Ik ga wel. Ik heb toevallig een stansje liggen waar de klok van Janine precies op past. En een klein randje achterlaat. Dus dat vind ik wel eigenlijk wel handig. Want anders dan moet je, ja, met je cirkelsnijder of zo doen. Deze zit lekker verstopt. Ik heb hem toch gisteren nog gebruikt. Maar. Dus ik vind dan altijd wel even handig dat ik of een kant-en-klare pons heb die daarop past. Of een stansmalletje. Nou ja, dat was dus die. Ga even voor een ander flesje, jongens. Want dit werkt niet. Van tevoren even na moeten zien of dat hij wel goed. Kijk, maar deze doet het wel. En dit is gewoon ook heel handig.
Zo. Maar het is zo mooi dat hij daar gewoon gelijk mooi op past. Dan hoef je niet... Ik moet wel eerlijk bekennen, dit is een cirkeltje van een ander merk, maar van Creative Expression. Maar die nemen het ook niet zo nauw met de cirkels. Die zijn niet altijd mooi rond. Het is niet echt zoals het hoort. Goed. Nou, dan heb ik deze dingen al gedaan. Ik kan alvast deze op gaan plakken op een stuk zwart, want dat vond ik wel stoer. En dan ga ik het nog bekijken of ik hem dadelijk ook nog op craft zet. Misschien laat ik hem dan zo op zwart. Kijk, het is altijd wel even een beetje lastig om daar tekst op te schrijven. Maar ja. Dan schrijf je maar met een zilveren pen of met een witte pen of een gouden pen. Ik heb ook een witte. Dus dat gaat ook. Ik vind dit eigenlijk wel erg mooi zo. Ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ik dit... 2 jaar terug of 3 jaar terug. Nou, ik denk wel 3 jaar terug of zo. Dan zou ik zomaar niet voor zwart gekozen hebben. En ik moet zeggen dat nu op het moment gebruik ik zo mega veel zwart. Ik vond het toen ook, laatst zei iemand dat op een beurs tegen me. Toen zei ze, ja, maar ik vind, dan maakt het zo gauw somber. En toen zei ik tegen haar, ik zei, ja, dat had ik. Die gedachte had ik ook altijd. Ik zeg maar, dat maakt het niet, dat maakt het stoer. En dat zit gewoon even tussen je hoofd hoor. Tussen je... Heb ik hem nou weer wel scheef? Ga ik even staan. Want dan kan ik dadelijk weer al opnieuw beginnen. Dan schiet er lekker op. Hou hem er maar af hoor, want dit is, vind ik niet mooi. Even overnieuw. Het moet wel goed. Niet getreurd, dit komt goed. Even tape erop en dan is hij weer mooi plat. Dat moet wel recht, hè? Ook het randje moet gewoon mooi recht. Klaar. Dus we gaan het nu eventjes vast met tape langs de randen. En dan plakt hij hem weer mooi strak op hoor. Nou, ik laat dit maar even liggen. Ik weet niet hoe bij jullie is met weer, maar het is hier weer echt hobbyweer. Dat is wel het voordeel van het najaar-winter seizoen, hè. Je hebt gewoon echt heel veel dagen hobbyweer. Nou ja, ik moet eerlijk bekennen, maakt voor mij niet uit of het nou warm is of koud. Ik hobby toch elke dag wel. Het moet, al is het maar 1 stukje papier plakken, hè? Al is het maar dit wat ik nu aan het doen ben op het zwart plakken, dan heb ik gehobbyd. Ik moet altijd wel even wat doen. En natuurlijk, het is natuurlijk wel meer, want ik ga niet zitten voor 2 stukjes papier vast te plakken. Maar dan ga ik altijd, als ik heel weinig tijd heb... Dan ga ik altijd voor even gauw snel een beetje verf werken in mijn journal. Dan ga ik gewoon alvast een achtergrondje maken. En dan maak ik hem de andere dag klaar. Dan ga ik altijd even lekker kliederen. Want dit vereist toch wel even nadenkwerk van hoe moet het gaan worden? Wat wil ik gaan doen? Zo. Nou, de achterkant ziet er niet uit. Maar goed, daar zien we dadelijk niks meer van. Als het goed is. Ik kan dan maar slecht heel die tag weg gaan gooien. Dat vind ik dan ook weer zonde. Plus dat ik dan weer moet gaan stansen. En nou is dat op zich nog niet het grootste probleem. Want dat ding staat toch vlak naast me. Maar dat was niet mijn bedoeling. Dus doen we het even zo. Nou, dan doe ik er nog even een beetje extra lijm bij. Dat hij gewoon wel lekker vast komt te zitten. En dan gaan we hem op deze plakken. Ook weer goed. En je ziet, ik ben niet echt van de super zuinige, maar ik, ja, je krijgt op den duur zoveel restjes van zwart. Dat ook niet grappig meer is hoor. Dan krijg je meer kachelpapier. Dan mik ik het ook eigenlijk in hoor, moet ik heel eerlijk bekennen.
Dan ga ik even kijken. Maar dan gaan we hopen dat hij nou wel recht komt. Dan ga ik gewoon staan. Ja, nou komt hij wel recht. Dat is het hem ook gewoon, hè. Want dan, als je staat, sta je er meer boven. En dan heb je er beter zicht op. En je moet er gewoon even goed voelen of dat hij haakt. Hij moet aan je papiertje haken. Je onder, je designpapiertje, zal ik maar zeggen. Nou, je ziet dat dit voor mij gewoon toch wel kracht kost. Aan mijn trillende hand. Maar ja, kracht of niet, moet gebeuren. Kijk, dat bewaar ik natuurlijk wel, hè, dat grove stuk, want dat vind ik zonde. Daar kan ik nog wel wat mee. Nou, en dan hier nog een stukje eraf. En dan ben je gewoon rondom netjes dezelfde hoeveelheid millimeters papier. Oké, dan gaan we even verder kijken. Dat gaan we nou verder weer zitten doen. Dit leg ik heel even aan de kant, want ik ging dus... Dan moet ik even kijken of ik een... Doe ik het gewoon zo. Nee, ik heb liever een stukje papier er ook onder. Daar even het werk. Want ik ga met de wax beginnen. En nou hoeft natuurlijk niet het hele gedeelte. Dus ik moet even in oogenschouw nemen. Ongeveer wil ik hem zo. En dan komt dit erop. Dus eigenlijk de buitentandwielen, die moeten allemaal wel in de wax. En dan gaan we even verzinnen, want... Ik vind die wax eigenlijk wel het mooiste, denk ik. Met een beetje zilver. Want dat zit ook in het papier. Dus ik ga hem eerst even een beetje met zilver opzetten langs de kant. En ik heb al de ervaring, ik had anders altijd wel wat langere nagels. Ze zijn nu op het moment weer wat korter. Maar dat werkt wel met wax wel lekkerder. Want dat gaat allemaal echt onder je nagels zitten. En dat is best wel een beetje... vervelend goedje eronder. Dus, nou, ik smeer hem dus eerst even. Je ziet dat ik eigenlijk heel weinig gepakt heb. Want dat blijft best wel lang afgeven. Want mijn vinger is nog steeds zilverachtig. En oh, ik zie dat ik daar nog een paar puntjes eruit moet steken. En ik had een prikpen in de buurt. Maar die ben ik inmiddels weer verspeeld. Wel even met een ik zie niet waar ik dat ding nou weer gelegd heb, maar er zitten hier nog een paar dingetjes en die moeten er wel uit. Hopla. Dat komt dan naar boven terwijl je wakst, hè? En dan zie je, je bent toch bezig, dus je gaat toch automatisch, pak je toch wel een gedeelte mee. En ik heb op de beurs van die meneer geleerd, je moet eerst heel zachtjes opzetten. En dan is het zilverachtig. En dan kun je gaan duwen. Want dan heb je nog op je vingers zitten. En ga maar gewoon duwen. En dan zie je dat je die mooie donkere randjes bijvoorbeeld langs die rondjes hier krijgt. Maar niet gelijk een hele prop met wax erop gooien, want dat werkt niet. Dan wordt het niet mooi. Je moet het echt in laagjes proberen te doen. En echt gewoon heel weinig aan je vingers. En maar wrijven. Nou, dan geeft het een heel leuk effect. Ik vind dat heel stoer voor bij de mannenkaarten. Oké, nou ben ik wel ver rond. Dus nou zal ik even mijn dekseltje erop. En dan ga ik hem verder aanvullen met het roodachtige. En ik heb nog de andere doos ook gepakt, maar ik weet niet of ik die wel ga gebruiken, hoor. Dat was met groen tint en blauw en paars. En ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik het bij dit zilver en bruine ga houden. Ik denk dat ik dat wel het, hoe noem je het, bronzig. Ik vind het mooier bij het papiertje passen.
zie je? Dat zet ik zomaar heel lichtjes ook weer op. Dan krijg je net een iets andere kleurstelling. En dat hoef je ook niet overal te doen, hè? De zilver mag ook best nog wel een beetje in beeld zijn. Nou, je moet niet bang zijn van vieze vingers. Dat sowieso niet. Dan moet je er niet aan beginnen, want dit is best wel... Het zit er wel even goed aan, hoor. Je moet echt wel goed je handen wassen. En met een vochtig doekje. Wilt ook wel eens lukken. Niet dat je dan echt altijd alles er wel weer af krijgt. Maar goed, het slijt ook allemaal wel weer. Ik vind als je kaartenmaker bent en je gebruikt allerlei technieken, dan zit je toch wel altijd of onder de verf of rommel, wat dan ook. En dat moet kunnen. Zo, ik vind hem zo verder eigenlijk wel goed. Ik moet wel heel eerlijk bekennen dat mijn belichting nu voor mezelf eigenlijk een beetje slechter is. Maar ik hoop dat het in ieder geval voor het filmpje dan beter is. Dat het niet zo springerig is. Nou. Kijk, want dan gaat het gewoon lekker onder je nagels zitten. Als je het gelijk afpoetst, dan ben je het ver kwijt, hoor. Nou, dan pak je een doekje. Eigenlijk moet ik een tissueetje pakken, maar het kan met keukenrolletje ook wel. En dan ga je hem nog even opwrijven. Dan wrijf je hem een beetje glanzend. En dan gaat het overtollige eraf. Nou, dan heb je mooie glanzende tandwielen. Zo, zie je wat je er dan nog afhaalt van rommel? Oké, dat kan aan de kant. Dit papiertje ook. En dan had ik die dus bedacht. Een beetje zo. En dan ga ik gewoon eerst even passen meten. Ja, want ik wil daar happy en hier birthday. Dus hij komt zo ongeveer. Ik ga er ook verder niks, geen papier meer achter doen. Ik vind dit goed zo. Prima. Eens even kijken hoe we hem vast kunnen zetten. Oh, niet te ver in de buitenkanten natuurlijk. Ik heb zomaar een paar punten waar ik hem vast ga zetten, hoor. Zo. En dan gaat hij dus mooi schuin. Hij mag er van mij gewoon oversteken. Vind ik leuk. Anders krijgen ze een smalle tag. Zo, een beetje zo. Zo. Ja. Zoiets. Zo vind ik het wel prima. Dan komt deze. Die wilde ik dus hier. Maar die ga ik dus maar met dikke tape op plakken. En die plak ik alvast dus wel op. Moet ik even kijken, want die komt natuurlijk een beetje daar. En ja, zo. Dus ik ga aan deze kant met dikke tape. En dan moet je niet te ver doorplakken. Kijk, want ik zit weer al te dicht bij mezelf te werken. Dan zien jullie het niet. Niet te ver doorplakken, want dit steekt over. Dan krijg je, als je met 3D foam werkt, dan krijg je gewoon wat meer diepte in je kaart. Anders is alles zo plat. Het voordeel is dat je er ook altijd nog iets wat onder kan stoppen. Dus als ik dadelijk beslis om daar nog een touwtje of zo aan te doen. Wat je waarschijnlijk niet verwacht bij een mannenkaart, maar wat ik dus wel heel stoer vind. Kijk, nou komt net mooi dat tandwieltje hier zo er nog van achter. Zie je dat het prima is dat ik niet echt heel de dingen gedaan heb? Want ja, dan zit je toch een hoop te verbergen en dat is gewoon zonde van je werk. Nou, die komt daar. Die gaat er wel gewoon glad op. Want ik zat nog te twijfelen. Daar zat ik over te twijfelen. En waar heb ik hem nou gedaan? Ja, ik had hem hier gedaan.
om er een tapje onder te zetten. Nou, dat vind ik zonde. En, nee, dat ga ik ook niet doen. Misschien aan deze kant. Ik denk dat ik dat eigenlijk gewoon... In principe vind ik dat wel leuk. Dus die ga ik nog even snijden, want dat heb ik natuurlijk niet voorgesneden liggen. Dus daarom wilde ik dat kleine stukje nog wel bewaren. Ik denk dat dat wel leuk is, ja. En dan gaan we zo eens zien hoe het met de klok is. Dit past mooi hieruit, uit die lange strook. Even herrie hoor, sorry. Maar dat zakje weet ik dan nog niet of ik die dus daar onder of daar onder. Prima. En dan komt hij. De klok. Het is 10:50. Zou zomaar kunnen. En ik... Ik ga niet die nog bewerken met wax. Want dan valt daar niks van op. Dat vind ik dan, want dat heb ik bij de klok ook niet gedaan. 10:50. Nee, dat vind ik niet leuk. Die komt er wel gewoon over. Ga ik hem. Zo kan natuurlijk ook nog. Dan heb ik toch de bovenkant en de onderkant. Ik weet eigenlijk niet of ik dat wel moet gaan gebruiken. Dat is altijd best wel even lastig, hè? Dat is een kwestie van even verzinnen hoe of wat. Nou, het tapje denk ik dat ik wel gebruik. En dan echt wel een beetje hier. Komt hij aan de achterkant van dat spul. Nou, en dan ga ik je laten zien hoe ik dat dan doe. Want ik plak dus deze gewoon eerst op. Alleen dan doe ik aan deze kant zo min mogelijk lijn. Dus ik ga hem gewoon een stukje er vandaan houden. Dan kan ik mijn tapje eronder schuiven. Nou, bruin gemaakt is die al. Dus daar hoef ik niet op te letten. Daarom heb ik dat gelijk eerst gedaan. Want dan denk ik, anders vergeet ik dat weer. En dan kan de tag, dat tapje, dat kan hieronder. Dus dat ga ik dan doen. Nou, ook zomaar een klein streepje lijm. Ik kan hem nu eronder schuiven, zie je? En dan kan hij gewoon zo. Dan zit hij gelijk met de bovenkant. Mooi. En die komt hier. En dit plak ik allemaal gewoon. Huppakee. Niet nadenken. Plakken. De klok vind ik echt wel leuk. Dus die ga ik echt wel gebruiken. Die komt van hier. Misschien is het eigenlijk wel leuk om die klok ook nog een beetje een zilvergrijzig effect te geven. Of een roestig effect. Want dit is natuurlijk ook allemaal roestig. Ga hem eerst even met goud. Ja, dan moet je zeggen, moet je nou met goud? Ja, want dat gelige zit hier ook in. En dan moet ik even mijn vingers schoonmaken. Want ik zat er alweer brons aan te doen. Even mijn papiertje erbij. Want ik heb hem wel bruin gemaakt. Maar ik denk dat als ik een beetje dat effect van dat goud erop gooi. En dan. Dat het toch wel leuker is. Misschien verknal ik het nou wel. Nou ja, dan heb ik weg. Ja, daar kan ik ook niet mee zitten. Die kan dicht. Anders ga ik alles door elkaar gebruiken. De zilveren kan weg.
En dan komt er het bruinige. Zie je, ik smeer echt iedere keer, ik pak, maar ik smeer het ook aan het randje af. Nou, dan zie je dat het dus in waar de wijzers zitten, daar valt ook nog een beetje wax tussen. Maar dat is niet erg. Want het gouden is ver weg. Ik vind het zo net iets wat meer hebben, want ik heb, ja, ik vind dit, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het was eigenlijk een beetje te bruinig. Het geheel. Nou, ook dit poetsen we weer even op. En dan gaan we echt even verzinnen of dat ik die, kijk, nou is de klok leuker om te gebruiken. Of dat ik die, hoe heet dat? Die, ik vind een stukje jute ook altijd wel leuk. Het is net iets te klein. Moet ik even kijken waar ik mijn jute heb liggen. Of juist zo. Dat het alleen maar daar vandaan en daar iets komt. Want anders komt er wel heel veel op den duur op mijn plaatje misschien. Maar even kijken waar ik mijn jute heb gelaten. Want ik had een hele grote rol met jute. Oh ja. Ja. Heb eens. Dat valt mee. Even een grote schaar. Dan knip ik even toch een flink stuk af. Hopla. Dan komt hij misschien toch wel onder de klok helemaal. Ja. Kijk, en dan rafel je het gewoon even uit. En dan knip je het dadelijk gewoon even bij. Wat je eraf wil hebben, dan knip je of bij niet. Dat kan niet natuurlijk, hè. Knip je het er gewoon af. Dit vind ik leuk. Gewoon even met de gewone lijm. Want dit is de doobaloo lijm. Als het droog is, zit het altijd allemaal vast. Dus dat is wel heel fijn. Ja, het heeft toch weer wel net iets wat meer. Nou. Dan ga ik wel even een beetje van die lange flarden eraf knippen. Luk raken, hè? Want het moet gewoon een beetje rommelig zijn. Hopla. En dan wordt het ook rommelig hier, maar goed. Kijk, dan is die net iets... Die er nog af. Dit punt is te puntig. Zo. Ja, dat vind ik leuk. En dan wou ik hier. Daar happy in hier birthday. Dat ook met zwart. Dus ik zit echt een beetje te goochelen met dat filmrolletje. Of ik dat nou wel moet doen of niet. Ik zal eens even kijken wat ik nog verder van spulletjes heb hoor. Ik moet sowieso happy birthday. Dat ga ik eerst doen. Laat dat eerst doen. Happy. En ja, dat is mijn tik. Ik plak het op zwart. Want dan schijnt niet de lichtere ondergrond er doorheen. En dan hou je hem ook zwart. Anders heb je zomaar kans dat het... Ja, dat het lichter wordt, want ik ga het wel op een lichtere kleur plakken. En ik wil het gewoon mooi zwart hebben. Zo. Ik vind het zo'n uitkomst, die washi tape. En dit is al uit een tijdje terug, hoor. We zijn al even bezig natuurlijk bij Studio Light met washi tapes. Want we hebben het volgens mij, zijn ze ermee begonnen met de Create Happiness line. En dan moet ik even kijken, want nou is niet alles eraf. Dat is dus omdat mijn licht niet goed is nu. Ik heb zelf, als het goed is, kunnen jullie het nu beter zien dan dat ik het kan zien. Maar om zelf te werken is dat eigenlijk ook weer niet echt
handig. Maar ja, je moet wat voor een ander over hebben, zeggen we dan maar. Dit is ook zo'n fijn stansmachientje. Of stansmesnijmachientje. Daar ben ik ook wel echt heel, heel blij mee. Happy. Ik ga dat nog ietsjes kleiner maken. En die kan dan wel tegelijk mee. Even kijken hoor. Dat kan wel gewoon gelijk recht zet. Nou, dan komt hier Happy. En Birthday komt beneden. Want je hebt hier die blokjes zitten. En dat is dan eigenlijk de graadmeter om het recht te houden. Want het is wel handwerk natuurlijk, maar ik wil wel bepaalde dingen altijd graag toch wel recht hebben. Nou, vind ik nou dat zo leuk? Ik denk het maar wel. Maar ik wil wel nog iets erbij. Ik vind het zo wel ietsje te magertjes. Dus ik ga nog eens even zoeken tussen mijn blaadjes van de Industrial. Want daar zit vast nog wel wat leuks tussen. Wat ik daarbij kan gebruiken. Want dat niet. De gereedschapskist vind ik ook niet echt een optie. Een jerrycan. Jerryton. Ik vind dit ding ook wel erg tof. Dat is eigenlijk een soort gereedschapswandje. Even kijken of die er een beetje netjes uit kan krijgen. Om er eventueel nog achter te doen. En dan valt hij er zo van achter. Moet je niet schrikken. Want ik ga hem heus niet zo helemaal opplakken dat heel mijn auto wegvalt. Maar als ik het gebruik, dan gebruik ik het zo schuin. En dan heb je net weer iets wat meer. En dan misschien die klok meer. Ik krijg ruzie met dat filmrolletje. En die klok moet niet te hoog, want dan zie je mijn roestige auto niet. Je zal zo'n roestbak hebben, hè? Zeg, ik heb ook een oude auto gehad. Heel fijn ding. Ik heb hem toch helaas dood losgereden. Ik zo balen van. Ja, er stopte iemand voor mijn neus en dat zag ik niet aankomen. Ja, soms heb je dat. Ik vind dit leuker als die filmrol. En nou weet je, ik zit nog steeds met die te hamassen. Dit ga ik even inkorten. Dan komt het er niet van onder. Oh, wacht even. Dat is misschien wel leuk. Er zit waarschijnlijk best wel. Oh ja, dan maak je er een beetje een stoerdere klok van. Kijk, er zit hier nog een soort van schroefje. Dat zou ook nog wel leuk kunnen zijn. Ik weet het nog niet hoor. Ik ga nog even verder zoeken, want ik heb nog heel veel. Dus er moet gewoon nog wat tussen. Tussen of bij of onder of op. En dat is het voordeel dat je gewoon ja, lekker veel hebt. Kan je gewoon kijken wat past en niet past. En ik heb hier nog een soort van meetlatachtig ding. En ik weet ook helemaal niet of ik dat. Ik weet niet of ik dat allemaal ga gebruiken hoor. Maar ik vind deze op zich ook leuk. Maar die is waarschijnlijk te groot voor hier in de midden. Dan zie je mijn wijzer niet meer. Nee, dan zie je de wijze niet meer. Ik weet het niet. Ik zit gewoon ook met de klok in mijn maag. Vind ik dat nou eigenlijk wel stoer genoeg voor bij die mannenkaart?
Want ik vind dit. En dan die ton. Met die soort van gereedschapston. Vind ik ook wel wat hebben. En als je dan die ietsje korter houdt. Nog iets korter. Zonde. En ik steek hem er van onder zo. Zo. Ja, dat komt dan dadelijk nog wel goed. Of ik steek hem hier eronder. Dat kan ook nog. Dan komt hij net iets hoger. Nee, dat heb ik natuurlijk vastgeplakt. Maar als ik zorg dat hij zo komt, dan komt hij er zo onder daar. Nee, toch die klok, hè? Toch de klok. Wikken wegen. Passen meten. Wordt de meeste tijd versleten. Ik weet niet. Ik heb iets dat ik denk van... En dat ligt gewoon puur aan mij. Want ik moet gewoon niet te moeilijk doen. Het gewoon gaan plakken. Oh, wacht even. Ik zal hem even ruig maken. Dan ben ik die karteltjes kwijt. Dat is een optie, hè? Je kunt ze of afknippen. Maar bij die stoere mannenkaart... Nou ja, goed. Dan mag je ze gewoon zo... een beetje rafelig laten zijn. Want dit was mijn eerste gedachte. En eigenlijk moet ik altijd gewoon bij mijn eerste gedachte blijven. Maar ik heb vast nog wel nog zoiets. Dat ik denk van, oké, dat kan daar van onder komen. En dan moet ik het even zoeken. Want ik heb behoorlijk wat liggen. Daar staan allemaal teksten op. Ja, die olievaten, toch zijn ze ook op zich wel erg gaaf, hè? Moet ik even wachten, hoor. Ga ik er toch nog eens even kijken of ik het nog iets anders kan doen. Als ik nou hem zo zet. En dat ik de olietonnen... Kijk, want hier staat oil. Had ik hem niet af moeten knippen. Sukkel. Misschien heb ik hem nog wel een keer. En misschien ook wel niet. Wel een ronde. Nog een andere vierkant. Nee, ik heb hem niet meer. Dat is jammer. Dat het hem nou? Nee hoor. Gewoon terug naar je eerste gedachte. Zie je, soms kan het ook gewoon wel een beetje lastig zijn dat je te veel hebt, hoor. Want dan ga je gewoon van alles bij elkaar zoeken. En ik vind hem zo gewoon, zo is hij leuk. En dan komt hier birthday eroverheen. Ja. Yay. Dat is toch weer gewoon mijn eerste gedachte. Nou, soms moet je eens even wat verzinnen, hè. Wel leuk om die er zo overheen te laten vallen. Yep. Kijk, en die moet wel even met een beetje dikke tape. Want anders dan zit hij niet fijn. Maar dan moet ik ook weer even opletten, want hij valt er natuurlijk een stukje over. Dus het moet echt alleen hier aan de onderkant... En dat is dus dit gedeelte. Daar doe ik een stukje tape dubbel. Dus ik plak tape op tape. Want ik moet even een verhoging overbruggen. Ja, en dat gaat nou goed komen zo. Nou, dan gaan we de klok toch maar een beetje recht zetten. Dat de 12 gewoon wel van boven zit. Ik plak maar even op de machine, dan komt er dadelijk wel af. Want dat is wel eigenlijk zoals het hoort. Hè? De klok moet wel een beetje recht.
Een beetje zo. Kan ook nog, hè? Dat vind ik leuk zijn. Daar ga ik gewoon dat happy birthday, of dat happy, die plak ik vast. Want daar ben ik het gewoon mee eens. Dat is goed zo. Daar ben ik het niet mee eens. Dit zou zomaar zo kunnen. Want waarom moet de klok helemaal in beeld? Hoeft ook niet per se. En misschien heb ik dan toch wel daar iets op, een cirkel of een dingetje. Wat ik zeg van, oké. Want ik weet je, ik vind hem nu eigenlijk weer een beetje gezeur misschien. Maar ik vind hem nu weer een beetje te egaal goudkleurig. Ik moet even kijken. Nee, die hoorden eraan. Deze hoort er niet aan. Dus het wordt of dit, of ik ga daar nog iets van een cirkel onder zetten. Vind u het geheel een beetje te bruinig? Dus dit zou kunnen zo. Of ik moet hier iets van onder laten komen. Of toch misschien dit dingetje. Het gaat dan dadelijk niet waar zijn, hè. Ik kan hem natuurlijk... Wacht even, want die is natuurlijk veel te groot. Ik ga het hem gewoon worden, ik ga het gewoon plakken. Gewoon echt mijn eerste ingeving is het hem gewoon weer. Nou, dit moet even drogen. En nou zie je dus, hè, dat ik gewoon echt werkelijk niet ga. Ik heb wel iets in mijn gedachten van tevoren. Maar zo zit ik dus eigenlijk bij alle kaarten meestal, hoor. Het is nooit dat ik gelijk zeg van yes, dit gaat hem worden. Nou, die schroef die mag best een beetje gedraaid zitten. Vind ik van wel. Kijk. En dan zijn toch mijn wijzertjes nog wel een beetje in beeld. Maar dat is eigenlijk ook niet zo heel belangrijk. Het gaat eigenlijk om het geheel. En misschien plak ik deze hier wel op. Laat hem daarop vallen. Dan komt hij hier. Zou ook nog zomaar kunnen. Daar kan ik nog iets van een knopje. Ja, ik vind dit eigenlijk wel leuk. En dan doe ik eigenlijk aan de onderkant niet al te veel meer. Kijk, dan is hier ook iets opgevuld. En niet dat je alles vol moet proppen, hoor. Want dat is nou ook niet de bedoeling. Dit is goed zo. Wat zag ik nou nog? Ik zag daar een knopje. Maar ik heb geen idee of ik dat dan ook echt wel ga gebruiken. Dus ik ga dat eens even bekijken. Ik denk dat ik die te klein vind. Ik ga even zoeken naar het iets grotere. Die zullen we toch vast nog wel hebben. Die is niet veel groter of wel? Iets. Oh, ik had nog zo'n schroef. Dan komt het gewoon terug. En die zijn natuurlijk wel net zo groot. Ja. Dus, daar komt ook nog weer even dit. Wat is het? Crankte Press Expresso. Gebruik ik graag. En die komt dus hierover. Daar staan al de wijzers. De schroeven staan die kant. Nou, we kijken hoe stoer. Dan moet daar alleen nog een gaatje en een eyelet in. En dan heb ik hier een hoop rommel. Nou, dan gaat daar het alweer weg.
En ik heb nog over, dus daar gaan we nog maar een kaart mee maken. Maar daar ga ik jullie niet lastig mee vallen, want genoeg is genoeg, hè. En dan komt de truc. Want ik heb een nieuw apparaat. Ik heb een crocodile. Alleen ik heb de crocodile bijna nog niet gebruikt. Dus dat is voor mij echt een nieuw ding. Ik zal hem even uit zijn koffer halen. Hij is, ik heb een mooie roze. Ik moet ook echt wat erbij hebben, want anders dan snap ik er helemaal niks van. En ik ga nog maar, om niks stuk te maken, voor de zekerheid, even mijn oude dingetje gebruiken. Want ik heb hier het rondje. Hopla. En daar zit in die crocodile, die eerst zat ik te hannes. Ik denk, hij gaat niet open, dat kan toch niet. Zit een knopje op. Hoppakee, je knijpt hem in, je drukt erop en hij is los. Nou, dan zitten hier dus dingen waar je gaatjes mee kan maken. Dus dat, daar ben ik wel. Dan kun je hem op inzet of op centimeters aan de ene kant. Nou, de ene kant heb je zo'n gaatje. En de andere kant heb je zo'n groot gat. En dat wordt dus beschreven. En dan heb je dus kleintjes en grote. En nou moet ik dus heel even goed opletten wat ik doe. Want dat deed ik dus van de week wel mijn vriendin hier. En toen zei ik, hè, verhip. Nou doe ik het nog weer verkeerd. En dit zijn grote gaten. Oh, dit zijn kleintjes. Dus 1/8 is klein. En als je dan op 1/8 eyelet, dan moet die op C3. Dan moet ik even kijken of ik een 1/8 eyelet heb. Want dat zou natuurlijk wel fijn zijn. Want er zitten erbij. Anders moet ik toch dat gat iets groter maken. Want er zitten er niet van 1/8 bij. En die heb ik zelf wel. Alleen daar had ik dus flink ruzie mee. En deze, die doen het gewoon gelijk goed. Dus ik ga dat gat nog maar groter maken. En dan, ja, op hoop van zegen, hè, dat ik het goed doe. Want, dan moet ik even kijken. Dat kan ik dus bepalen. Dit is het grote gat. Nee, en hij moet verder achteruit. Dat is dus wel handig. Je schuift hem achteruit. En, kijk. Moet ik even zelf goed kijken, jongens. Ik moet hem ietsje verder achteruit nog doen. Hup. Nou gaat hij te ver. En dan komt hij ietsje te ver. Dat vind ik niet mooi. Een stukje terug. Nou. Nou, dat gaat er met niks doorheen. En dan heb ik een mooi groot gat. En dan, dan komt mijn eyelet. Want er zit dus een hoog en laag. Ik heb dit gewoon ook echt op een filmpje op zitten zoeken. Dus dit is niet de 1/8, dit zijn de 3/16. En een 3/16, de letter moet op A, dus dat is van boven. Er staat hier top en base. Dus dit is de top, die moet de letter A van boven. Je kan dit uittrekken. Ja, nou die zat goed. Dan moet je wel zorgen dat hij weer goed zit. En nummertje 1. De 3/16 gaat op A1. Nou, en dan is dit 1. Oké. Okay. Nou, en dan zou het zo goed moeten komen. I hope so. Nou, je ziet, dit is voor mij gewoon weer wel een uitdaging ding. Ik durf niet te hard te knijpen. Maar kijk nou, netjes. Nou, en dan heb je er een mooie eyelet in. Nou, en dan kunnen daar dus nog een ritsje met touwtjes en dingetjes door. Dat vind ik dan wel leuk, om dan zwart en touw met elkaar te mixen. Dus dat gaan we wel even doen. En dan zijn we klaar. Heb het toch weer langer geduurd dan ik dacht. Hè? Want ik dacht, oh, dat is een appeltje, eitje, mannenkaarten. Vind ik nooit zo lastig eigenlijk. Maar
Ja, je moet toch wel... Ik moet heel erg opletten dat ik het in beeld blijf doen. En dat ben ik nu dus even niet aan het doen. Maar ja, ik denk dat touwknip op zich ook niet zo belangrijk is hoe ik dat knip, hè. Nou, en dan gaat hij dus dubbel gevouwen. Dan heb ik best wel veel laagjes hoor, maar het gaatje is ook redelijk groot. Dus ik hoop dat ik dit er wel door krijg. En dan... Even kijken, misschien heb ik te veel. Ik denk dat ik er eentje te veel heb. Maar dan, weet je, dan haal ik ook één touwtje weg. Dan ben ik toch wel weer gelijk. Hoppakee. Nou, en dan moeten we even de basis zien te vinden. Dat ik wel alle touwtjes meepak. Ik heb er hier nog één. Kom. Ga jij even open, jongen. Dank je. Nou, en dan maak je eigenlijk dus van de tag een beetje een stoere mannenkaart. Nou, dat is die geworden, jongens. Ik vind hem gaaf. Industrial 2.0, Industrial 3.0. Create Happiness. Janine Mindful Art Collection. Ja. Van alles weer door elkaar. Ik vind hem leuk. Nou, ik zou zeggen tot de volgende film. Ben je nog geen lid van mijn kanaal? Word even lid van mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende film. Doei doei!